Wat wij eigenlijk vinden is dat men meer moet doen aan onderlinge band. Ik zeg altijd, je moet een soort clubje van maken. Doe ook wat aan doorstroming, diversiteit in achterbannen. Wat je moet doen is ook met name goede opleiding doen. Weten hoe je een bepaald aantal zaken regelt. Een motie schrijven, een amendement, een begroting kunnen lezen. Wat ons ook opviel dat er maar één keer per maand een fractievergadering was. Waardoor je elkaar ook niet zo leert kennen dat je een team wordt. En dus werd het aantal vergaderingen opgeschroefd. Deze en meer aanbevelingen staan in het rapport Koers houden in roerige tijden. Geschreven door Wim Cornelis, oud-burgemeester van Gouda, en Annie Brouwer. Zij was burgemeester van Utrecht. En nog een opvallend punt. Sommigen er heel veel periodes zaten. En dan wordt ook zo'n raadsvergoeding een structureel onderdeel van jouw gezinsinkomen. En zeker in deze tijd met werkloosheid, banen die slecht betaald worden, snap ik dat ook wel. Maar je moet je altijd realiseren dat het raadswerk iets is wat je erbij doet en wat niet je hoofdfunctie is. Eerder kwam er al een kritisch rapport uit door het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten. In Feyenoord zou sprake zijn van vriendjespolitiek en machtsbederf. In juli stapt daardoor het dagelijks bestuur op. De twee oud-burgemeesters hebben het afgelopen jaar de fractieleden getraind. Maar de deelraden gaan op de schop. Maar dat betekent volgens Cornelis niet dat de training voor niks is geweest. De positie van is natuurlijk een heel ander. Want zo'n deelraad die had nog een aantal eigen bevoegdheden. Dit zijn adviesraden. En het ligt aan de kwaliteit van het advies. Wat er in de stad mee gedaan wordt.